Plantage Bakkie, een heerlijk paradijsje vlakbij de Warappa-kriek. Hier moet je naartoe komen, zegt Marcia Mormen, die in Suriname op zoek ging naar haar roots. En voor Hollanders is Rijnsdorp, zoals Bakkie eigenlijk heet, ook een must. Want volgend jaar kan je er helemaal naartoe fietsen, vult haar vriend Bas Spek aan. Marcia en Bas runnen samen het Plantage Resort Bakkie. In deze aflevering van de radio- en televisiespecial Meer dan toerisme gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Marcia en Bas. En nog een welkomstdrankje voor jullie. Marcia Mormon heet ons welkom met een bakje echte Surinaamse iced tea. Ze is in Nederland geboren, maar in 2007 ontdekte ze dat haar roots hier moeten liggen, in Kommerwijnen. Met haar vriend Bas Spek ging ze op onderzoek uit. En ze stampte dit historisch vakantieoord en een bijzonder museum uit de grond. Plantage Bakkie. Bakkie, dat eigenlijk Rijnsdorp heet, was een koffie- en cacaoplantage. Maar ook het Marfa-plantje doet het goed om iced tea te maken bijvoorbeeld. Iced tea maken we hier lokaal, zelf van de Marfa. Marfa die is, wordt ook mint genoemd. Ja. Heerlijk. Ja, ik dacht al, er zit een blaadje mint in. Ja. Maar het smaakt toch ietsje anders. Is het omdat het veel sterker is hier? Nou, het is Marfa. Het is dus eigenlijk een soort familie van mint. Okay. En vroeger zei men altijd sodatite, omdat het ook als sodatite vroeger werd gedronken. Ja. En ik doe dan gewoon mijn welkomstdrankje van de Marfa. Goed zeg. Alsjeblieft. Harriet Ningun en haar man Suriman Padmo zijn hier op bezoek. Ze wonen in Nederland, maar met name hij heeft een speciale band met Bakkie. We maken in deze aflevering eerst kennis met Bas en Marcia. Ik ben geboren in Nederland inderdaad. We kwamen al wat vaker naar Suriname toe. Dat trok me al een beetje, Suriname te zien. Waar komen mijn ouders vandaan? En het is eigenlijk een stapje verder gegaan. Doordat mijn opa natuurlijk nog meer kwam te vertellen van de plantages en eigenlijk een achtergelaten gebied. Voorouders van Marcia hebben hier ook in dit gebied als slaaf moeten werken. Wat doet dat met je? Niet prettig natuurlijk om dat te horen, maar ik heb heel wat stukken ervan gevonden. Dus de laatste was wel een werkkriool ook, een zesjarig werkkriool. Nou, dat sta je wel eventjes bij stil van, dat is ook gebeurd. We hebben ons museum ook zodanig een beetje ingericht met van alles en nog wat. We hebben gewoon van alles wat hier eigenlijk vandaan komt bij elkaar gezet. Nou, dit is dus die kromboei die gevonden is in de motkreek. Bas laat de kromboei zien, een soort ijzeren harnas. Tot slaafgemaakte, maar naar verluid ook contractarbeiders, werden er maandenlang mee geketend. De nek in de rechterboei en de enkels in de linker. En daartussen een korte ketting, waardoor de rug krom trok. Bakkie was een desolate plek. De laatste 10 jaar uitgegroeid tot een heerlijk vakantieoord. De Surinaamse overheid investeert erin en toeristische ondernemingen. Op Bakkie hebben ze soms wel 2000 bezoekers per maand. Nou, je moet hier naartoe komen, omdat er natuurlijk heel veel historie hier ligt. Bijna elke Surinamer bijna heeft roots hier. Heeft toch een verleden hier van zijn voorouders. Er is heel wat bewaard gebleven. Dus ik denk dat het wel een must is om wat over je roots te kunnen leren, toch nog hier terecht te komen. De toeristen zijn natuurlijk Hollanders voornamelijk. Dat zijn fietsers. Dit zou dan de eerste autovrije fietspad worden langs Hollandse plantages. Met ook hun verleden, het goede en het slechte natuurlijk. En straks kan de toerist vanuit de stad zelfstandig fietsen hier naartoe. Ja. Het is gewoon midden in de natuur. En ja, als je naar dit plaatje kijkt, dan kan je toch niet zeggen dat je hier niet graag wil zijn. U hoorde Marcia Mormon en haar vriend Bas Spek over Plantage Bakkie.